Koningin Beatrix haalt in haar kersttoespraak uit naar Hives en haar Twitter. Neem ik het maar weer mee. Wat moet je er anders mee? Wat is hier een andere bak voor je? Koningin Beatrix vindt dat de maatschappij steeds individualistischer wordt. In haar kersttoespraak riep ze op tot meer echt contact. We zijn te veel met onszelf bezig, zegt de majesteit. Tegenwoordig zijn zelfs buren soms vreemden. Je spreekt elkaar zonder gesprek. Je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. De koningin is ook kritisch over virtuele contacten via sms en internet. De moderne technische mogelijkheden lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen. Maar ze blijven op veilige afstand, schuilgaand achter hun schermen. We kunnen nu spreken zonder tevoorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg emoties uiten is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend. Het gaat goed met het gescheiden inzamelen van plastic afval. Vanaf 1 januari zijn alle Nederlandse gemeenten verplicht plastic afval gescheiden op te halen. In de meeste plaatsen gebeurt dat al en met succes. Er wordt nu 3 keer zoveel plastic ingezameld als vorig jaar. Je herkent het er niet meer in, maar dit zijn oude shampooflessen, plastic tassen, saladebakjes, noem maar op. Allemaal plastic dus. Dat wordt gerecycled en in dit geval tot sushibakjes wordt omgetoverd. Bijna al het plastic kan worden hergebruikt. Maar wat men niet moet doen, is we moeten niet gaan bedrukken en dat soort zaken. Want dat is heel belangrijk. Op het moment dat je iets bedrukt, dan vervuil je het plastic zo dat het eigenlijk daarna verbrand moet worden. En dat is iets wat je niet wilt.